Om de diaspora-projecten te doen slagen, is goede communicatie tussen het Surinaamse Diaspora Instituut en het Diaspora Instituut Nederland van eminent belang. We moeten eenvormig gaan communiceren, hier en ook daar. Het instituut in Nederland zal duidelijk moeten communiceren met de groepen daar. Dit benadrukt Henry Ory, voorzitter van de presidentiële commissie Diaspora Kapitaal en Diaspora Bank. We hebben van de president gehoord dat hij graag toch een toelichting wilde hebben voor het werk dat dus gedaan is door de commissie. En dat hebben we vandaag met hem gepresenteerd en van gedachten gewisseld. Immers, zo'n rapport is van ingrijpen de vorm van ideeën. Maar hij wilde praktische aantal dingen weten. We hebben dat in een korte presentatie gedaan en we hebben toelichting kunnen geven op een aantal vragen waar hij toch wel toelichting wilde hebben. Ja. Welke toelichtingen zijn er geweest? Nou, in elk geval, hij vindt belangrijk dat diaspora-beleid waarmee hij al een hele tijdje bezig is, we kennen hem vanaf 2011, zodat hij serieus dat onderdeel heeft gemaakt van zijn campagne en ook nu van zijn beleid waar hij zelf sturing aan geeft, om inhoud te geven. En hij is nu erg betrokken bij de voorbereiding van een bezoek ook aan Nederland, in combinatie met waar hij meer inhoud geeft aan het diaspora-beleid. Dus hij wil precies weten welke aspecten van het rapport van belang zijn. We hebben aangegeven dat één, voor we diaspora-beleid echt in de volle omvang kunnen implementeren, moeten een paar dingen gebeuren. We hebben gewezen op een aantal wetgevingsaspecten. Harmoniseren van de wetgeving. We hebben gewezen op zaken die met compliance te maken hebben. Die wereld waar geld en kapitaalverkeer zit nu vol met hele strenge eisen, nationaal, internationaal. En vooral kapitaal waarvan de achtergrond heel onduidelijk is, kan niet zomaar verplaatst worden van één land naar een ander land. Daarnaast hebben we gewezen op een aantal randvoorwaarden die te maken hebben met communicatie, met skills. Want wij gaan natuurlijk, als je diaspora-beleid, we zien dat Nederland de grootste plek is, maar over de wereld heb je nog meer plukjes van Surinamers. Dus dat betekent, wij focussen nu even op Nederland, maar tegelijk vergeten we ook niet dat in andere landen, andere gebieden ook Surinamers zijn die ook aandacht behoeven. En van belang is dat die communicatie aan beide kanten verbeterd moet worden. Er zijn imageverschillen. We moeten Suriname beter branden. U weet dat er van alles is gebeurd de afgelopen jaren. Beelden, verwrongen beelden. En dat maakt dat sommige mensen sceptisch zijn. En dat ze zeggen, ja, wie gaat nou zijn geld investeren in Suriname. En als dat soort beelden niet gaan veranderen, het image, de branding van Suriname, betekent dat je ook schipbreuk gaat leiden om, laten we zeggen, diaspora-beleid, goedkoop kapitaal, hier investeren in projecten, overheid en ook de bedrijfsleven, publiek-privaat. Dus ga je dus niet krijgen of het gaat stagneren. Dat heeft hij ook goed begrepen en het is ook zijn aandachtspunt. We gaan ver in de media. En daarom vindt hij het ook belangrijk van gebruik te maken als hij daar is. Om ook met groepen te praten. Hij vindt het een beperking voor zichzelf. Heeft ook aangegeven dat door die COVID-situatie, als dat verergert in Nederland, hij ook gaat moeten afzien van het bezoek. En daarom is het van belang dat hij die ruimte wil krijgen met zijn mensen te praten. Als het moet in beperkende vorm, wil hij met Zoom-meetings ook mensen toespreken. Want u begrijpt dat velen hem zullen willen spreken en bezoeken. En we hebben gezegd dat het nu tijd wordt van minder praten en gewoon dingen gaan doen. En er wacht dus een stevige implementatietraject rond wetgeving, rond compliance en een stukje beleid. Dat betekent dat we twee structuren aan het opzetten zijn. Alvast hebben we met DISPO begonnen. Diaspora Instituut Suriname, dat valt onder BIBIS, Buitenlandse Zaken dus. Waarbij we nu de structuur al klaar hebben. We zijn nu aan de bemensing bezig en direct aan de front office en de back office body geven. En aan de andere kant in Nederland komt een Diaspora Instituut Nederland. Die via de structuren van de ambassades een rol gaan spelen. Om ook duidelijke communicatie te hebben met de doelgroepen daar. En we moeten eenvormig gaan communiceren hier en in Suriname. En betekent dat je heel veel tijd gaat moeten stoppen in communicatie. De juiste mensen op beide plekken zetten voor het werk dat moet worden gezet. Dan praten we over front officers die in contact zijn met elkaar. Nederland, Suriname of Suriname met andere landen.
die goed kunnen vertalen de ideeën die mensen willen, de aspiraties die mensen hebben, de netwerken, de soort type projecten die ze willen oppakken. En dat doorcommuniceren hier in Suriname met de achterban, dat wil zeggen ministeries, dat wil zeggen parastatale bedrijven, andere NGO's of CBO's, community-based organizations, om die dingen te krijgen. Nu is het fantastisch te horen van de president dat hij met zijn regeerteam een 400-tal projecten heeft geïdentificeerd. Naar belangrijkheid 23 geven, hoge prioriteit. En anderen misschien wat minder in dit stadium. Maar dat hij zeker april dit jaar, na de urgentiefase, ook een stukje marketing kan opzetten. Omdat al die individuele projecten die zich hebben geïdentificeerd, ook financieringsplannen nodig hebben. Wat zou mooier zijn als je ook je portfolio met je sector en je activiteiten en je projecten ook kan marketing en mee kan nemen. Om te kijken hoe dat deel van die diaspora mee kan denken, mee kan participeren. En hun betrokkenheid verhogen, het zij met kennis, het zij met kapitaal, het zij met anderszins samenwerken. Dus we zitten op een goed spoor. Het gaat nu om alles eraan te doen met allerlei communicatiemiddelen, met dialoog, met een goede verstandhouding. Die twee zaken goed met elkaar te meshen. Vraag en aanbod goed naar elkaar brengen en een goede understanding. Dat gaat niet in één keer. We zeggen ook tegen de president, dat beaamt hij ook, we moeten meer investeren in samenwerking. Er zijn een aantal thema's ook besproken bij bijvoorbeeld diaspora statistieken bijvoorbeeld. We moeten meer gaan bijhouden wat namelijk het belang en de inbreng is van diaspora mensen. Er zijn schattingen. We hebben ook in het rapport een ruw model ontwikkeld van wat voor soort bedragen we zijn op pad geweest om goed te kijken welke bronnen zijn de rapporten. Niet zo eenvoudig, maar er zijn schattingen gemaakt en er is een verdienmodel bekeken. We hebben onze strenge criteria's gelegd van nou, we moeten toch streven dat er dat soort inzetten toch komen. Jaarlijks komen Surinamers met stevige bedragen in deze economie. We zien dat niet allemaal met onze ogen. Het is verborgen in contant geld, remittances. Het is verborgen in goederen, het is in diensten en voor alles. Toeristen, visit and family en friends die ook een heleboel investeringen hier verblijven. Die meer dan 1500 euro per reis uitgeven, ook aan familie en allerlei businesses hier. Producten en dienstverlening. Als je dat allemaal optelt, worden bedragen in de orde van zo'n 60 miljoen euro worden genoemd. Je moet zich voorstellen, als dit soort bedragen er niet zouden zijn, wat zouden we krijgen hier? Dus allemaal additioneel op deze economie. Dus die statistieken zijn belangrijk om bij te houden wat die inbreng is. En wij weten op gevoel af dat toch de diaspora altijd al investeert in Suriname. Wat wij doen is nu het legitimeren en zeggen, wij erkennen als regering, we hebben structuren voor gezet. En we heten jullie welkom en we gaan samenwerken om die inbreng en die inzet alleen maar te vergroten.